Hallo? Jij goed verstaan? Nou, ja dus. En daar zijn allemaal van harte welkom hier bij de informatieavond over het glasvezel in Beltrum. Voordat ik het woord geef aan Refai, wil ik heel kort even uitleggen wat er tot op heden allemaal gebeurd is. Eigenlijk in oktober vorig jaar is door Edwin Stokler aan de Raad van Overleg kenbaar gemaakt van of er interesse in Beltrum zou zijn voor glasvezel. Zoals jullie wel eens laten weten, hier in de omgeving wordt nu momenteel overal glasvezel aangesloten. En hij zei, het zou toch eigenlijk een gemiste kans zijn als we dat hier in Beltrum niet voor elkaar zouden kunnen krijgen. Nou, daar hebben we heel lang over laten lopen denken, want ja, Raad van Overleg is in principe een belangloze organisatie. Hè? De belangloze instelling versus een stukje commercie, moeten wij dat wel gaan doen. Wat eigenlijk doorslaggevend was, was op een gegeven moment dat er een aantal zaken speelden waar wij echt vonden dat de leefbaarheid van Beltrum voordelig dan zou zijn. Dan komen we dadelijk in de presentatie komen we daar uiteraard op terug. Om jullie in ieder geval even aan te geven, we hebben toen die ledenvergadering van november. En we hebben onze leden gevraagd van, god, we willen graag dit initiatief gaan ontplooien. Leden die zich daartoe geroepen voelen, meld je je aan en dan gaan wij het opstarten. Hebben zich op dit moment hebben zich de twee groepen daarvoor aangemeld. Dat is SJW uit Beltrum, oftewel Stichting Jongerenwerk Beltrum. En de KBO Ouderenraad van Beltrum. Dat vonden wij eigenlijk hartstikke mooi, want zo heb je eigenlijk zowel voor jong als voor oud heb je, als ik dat zo mag, of een rijpere jeugd moet daar zeggen, dan hou je een hele mooie spreiding daaraan in. Wij hopen dan ook, dit is een unieke avond, ook uniek voor Beltrum. Mijn vrouw heeft wel eens in vroeger hoe het ging met gas. Dat kon mij iemand nog heel mooi vertellen, dat destijds met gas ook zo was. Ja, idee eraan met, je werd aangesloten, of je had een later knocking en dan moest je voor de aansluiting mogen betalen. Nou, of dat nou de motivatie moet zijn om hier aan mee te doen, dat denk ik niet. Maar ik denk dat dit een heel goed initiatief is. En daarbij komt jullie ondersteunen daarmee daar ook weer de leden, namelijk de SJW en de KBO. Dan wil ik nu graag het woord geven voor het technische gedeelte, want dan ben ik niet te minder hoor. Ja, goedenavond. Henk Holtrichter ben ik van Regenvijver. Ik heb een presentatie van ongeveer 3 kwartier. En ik begin met een filmpje. En ik denk dat al een heleboel vragen dan duidelijk zijn van wat is nu eigenlijk glasvezel, hoe zit het in elkaar? En als het goed is, moet je gaan starten. Heeft u vandaag uw Facebookpagina al bijgewerkt, die ik daar voor het programma heb verzorgd? Dat zijn wel vriendelijk schaar met een goede vriend of een goede vriendin. U gaat dus vanavond nog een film kijken in Full HD. Had ik u hetzelfde 5 jaar geleden gevraagd, had u gedacht, waar heeft het dan? Nou, hoe is het gekomen? Er is iets over verteld. We zijn in de omgeving, zijn we in een heleboel plaatsen een glasvezel aan het aanleggen en zijn we mensen aan het verzamelen om deel te nemen in het glasvezelproject. En dat gaat hartstikke goed. De Achterhoek loopt wat dat betreft gewoon voorop in Nederland. We zijn volop bezig en eigenlijk is dit ontstaan door Edwin. Die heeft een winkel in Lochem. En zo zijn we op praat gekomen. We zijn in Lochem bezig gegaan. We hebben daar uiteindelijk tegen de 50% van de kernen Lochem, Gorssel, Even, noem maar op. Die doet al mee, die is al overgestapt naar glasvezel. We zijn nu gestart met de bouw. En als het goed is, eind van dit jaar zit ruim 10.000 woningen op glasvezel. Ik heb een kort programma, ongeveer 3 kwartier. En mochten er vragen zijn, dan doe ik dat na de tijd even rondje vragen. Dus ik wil u vragen om te wachten met de vragen tot het eind van de presentatie. Want ik denk dat het grootste gedeelte aan de orde komt. Nou, wie zijn wij? Regenfiber. En dat FTTH staat voor Fiber to the Home. Het Engels voor glasvezel naar de woning. Wij zijn een bedrijf uit Rijssen. Dat is ons pand. Het is een prachtig mooi pand. En wij zijn voor 59% van de familie Wessels. Dick Wessels kent u misschien. Volker Wessels, dat soort bedrijven. Daar zijn wij van. En de andere percentages, 41%, zit bij KPN. Wij bouwen passieve netwerken. Wat wil dat zeggen? Passieve netwerken zijn eigenlijk netwerken, wij leggen de kabels in de grond.
Dus wij gaan graven, we leggen de kabels in de grond, wij zetten de apparatuur op en wij maken het gereed voor transport van data en televisie en noem maar op, dat soort dingen. Dus passieve netwerken, wij graven een gul, wij leggen de kabels erin, wij sluiten die aan op een technische ruimte, daar hangt de apparatuur en daar maken we het transport gereed voor diensten. Het is altijd een beetje moeilijk, maar wij verhuren het netwerk aan providers. Er zijn een viertal providers aanwezig, ik kom zo nog even op terug. Wij verhuren het netwerk aan providers, maar het netwerk is van Rechtenfiber. De hele bewaking van het netwerk zit in Rijzen. Dus daar wordt precies bekeken, wat is er met het netwerk aan de hand? Waar gaat het fout, waar gaat het goed? Noem maar op, op het moment dat er wat gebeurt, wordt het gelijk gesignaleerd en kan het gelijk ingegrepen worden. Er kan zelfs gekeken worden tot in de woning. Tot in het kastje, het modem, wat bij u in de meterkast komt, daar kunnen ze zelf inkijken en dan weten ze in ieder geval of de verbinding al dan niet goed is. Dus ze kunnen helemaal de verbinding bekijken. Nou, wij hebben nu 700.000 aansluitingen in Nederland en dit jaar groeien wij door naar 1 miljoen. Dit jaar 300.000, volgend jaar 400.000 en dan standaard 500.000 woningen per jaar aansluiten. Dus het gaat verschrikkelijk hard. Dus voor je het weet, zit heel Nederland aan een glasvezel. Waarom glasvezel? Glasvezel is niet echt nieuw. Hè? Het bestaat al een jaar of 50, dacht ik. En toen werd het veelal gebruikt tussen de continenten. Dus als je dan wat wilde versturen, zeg maar telefoon of iets dergelijks, dan ging je via glasvezel bijvoorbeeld naar Australië. Een aantal jaren geleden, als je naar Australië belde, duurde het even voordat de reactie terugkwam. Dus dan, moest je, dan vertelde je wat en had je een bepaalde vertraging en dan kwam het weer terug. En de kwaliteit was ook meer of meer wat minder en het was enorm duur. Nou, nu versturen we informatie met de snelheid van het licht. Dus het gaat via de glasvezel met lichtsnelheid naar de andere kant van de aarde. Theoretisch is dat 300.000 km per seconde. Er zit natuurlijk een apparatuur tussen en wat vertragende factoren. Maar de snelheid van het licht is 300.000 km per seconde. Dus als je nu een telefoongesprek voert met de andere kant van de wereld, dan lijkt het net of die mensen naast je staan. Kwalitatief is dat zo goed. Dus in 1 seconde is het gesprek 7 keer de wereld rond. Dus zo snel gaat dat. De kwaliteit van televisie is natuurlijk superieur. Hij gaf het net al aan. Er komen steeds meer beeldlijnen op tv. Dus dat vraagt steeds meer capaciteit van kabels, van infrastructuur. Met glasvezel is dat geen probleem. Het is uitermate stabiel. Wij bouwen netwerken in ringen. Dus op het moment dat ergens een kabel kapot gegraven wordt, gaat het via de andere kant gewoon verder. Je deelt het niet meer. Als je de kabel hebt, als er meer mensen online gaan, dan loopt de internetsnelheid terug. Nou, wij bouwen een aantal technische ruimtes waar al die glasvezeltjes zeg maar, samenkomen. Belten met 573 woningen is mij verteld. En vanaf iedere woning gaat dat aan een kabeltje naar een technische ruimte. En er zit niks tussen. Je deelt het niet, er zit geen splitter tussen, weet ik allemaal wat. Het gaat rechtstreeks naar de apparatuur, je zit rechtstreeks op de apparatuur. Dus de snelheid die je bestelt, zeg 50 megabit per seconde, symmetrische verbinding, krijg je gewoon. Dus zowel ontvangen als versturen. Die krijg je gegarandeerd. Het is voorbereid op de toekomst. Nou, het netwerk, glasvezel is gewoon het medium om de drager zeg maar, van dit moment in de toekomst. Er is nog niet iets anders. Laat ik zo zeggen. Er zijn mensen die zeggen van, nou, misschien draadloos of dat soort dingen. Ja, draadloos is niet veilig. Draadloos is ook niet fijn. Hoe meer straling je door je hoofd krijgt, hoe slechter het is. Volgens mij. Ik denk als je alle straling een kleurtje zou geven, dan zouden we elkaar niet zien, denk ik. Wat er nu zit. Wat er nu al in de lucht hangt. Het is een verantwoorde keuze. Het versturen van informatie via glasvezel kost veel minder energie dan het versturen van informatie via koper. Dus ook qua duurzaamheid is een hele stap vooruit. En dat is niet bijna, maar dat is gewoon hartstikke veel. In 2011 moeten wij 1 miljoen aansluitingen hebben, heb ik net verteld. En iedere 15 maanden is de verdubbeling van bandbreedte, de behoefte naar bandbreedte is zo groot dat iedere 15 maanden er een verdubbeling is van bandbreedte. Dat gaat natuurlijk maar door. En dat gaat steeds sneller en sneller. En nu is het 15 maanden, maar het zal korter worden en de behoefte naar bandbreedte zal steeds vaker worden. Op dit moment versturen wij wel foto's. Hè? Dus we maken digitale foto's en die versturen naar een blok of een kruisvat. En de mooiste, die laten we dan afdrukken en die halen we dan op. Filmpjes en dergelijke versturen wij helemaal niet. Waarom niet? Nou, dat kan niet. Want dan moet je snel upload hebben. Dan moet je snel kunnen versturen van je computer. Ja, en dat wil met de huidige techniek niet. Want de upload is gewoon heel erg laag, dus filmpjes verstuur je. Straks wordt het doodnormaal dat je, nou Edwin is nu een filmpje aan het maken hier zo, van deze avond.
dat je dat spul gewoon via de computer verstuurt, via glasvezel. Met een paar seconden is bij iemand anders. Dus kun je veel meer informatie kun je dan delen. Kun je dat delen met elkaar. Dat maakt het natuurlijk een stuk makkelijker. Nou, dit is Beltrum. Zo is mij dat verteld. 573 woningen. Er zit nog wat nieuwbouw in. En zo is het afgekaderd. En dat is het aanslaggebied. Dus de woningen die binnen de rode lijn vallen, die kunnen, of die doen mee automatisch aan de vraagbundeling, zoals we dat noemen. En 573, nou, als ongeveer de helft meedoet, nou, als jullie allemaal meedoen, schiet wel aardig op. Dus dan wordt het aangelegd. Als je kijkt naar de huidige situatie, nou, iedereen kent dat wel, hè, dat contactdoosje van KPN voor telefoon en deze aansluiting voor radio en televisie. In een nieuwe situatie wordt het dan anders. Dan krijg je dit kastje, wat daar staat. Nou, ik heb hem hier bij me. Dit is hem. Dit is de glasvezelmodem. En deze wordt geplaatst in de meterkast of aan de voorgevel of iets dergelijks achter de televisie. Dus dit is hem. Zo groot als een pak melk. Iets groter, iets breder. Maar, dus het wordt iets anders. Ja, en als we dan de 50% gehaald hebben, dan gaan we komen natuurlijk. En dan komen er allemaal van die mannen in de oranje pakjes. En met oranje kabels. Dus ja, dan gaat er wel wat gebeuren. Dan gaan allebei de kanten van de straat gaan open. En dan worden al die kabeltjes daar zo, die worden gelegd. Ik heb een bosje bij me. Dus we kunnen al beginnen. Ja, dit is het. Vanaf die technische ruimte waar ik aangaf, die ergens midden in het dorp komt te staan, gaan wij met deze kabels naar iedere woning. Nou, het is hoofdzakelijk is het bescherming, want de vezels, die zit er ook in. Dit is de vezel, dit is glas. Zo dun is dat. En dit zijn er nog twee ook, met isolatie gewoon. De vezeltje zelf is zo dik als een haar. Het kastje, het glasvezelmodem, dat wordt dus ergens geplaatst in de woning, want hier moeten alle spullen aan. Nou, de meeste mensen, of in ieder geval de nieuwere woningen hebben allemaal de kabels in de meterkast zitten. Daar komt alles centraal uit. Maar met oudere woningen, ja, dat verschilt nog eens. Er zit één kabel daar, een andere kabel daar. Voordat we gaan aanleggen, voordat we de kabel naar binnen gaan brengen, dus we gaan eerst het netwerk bouwen en leggen alles op het bosje voor de gevel. En voordat we de kabel naar binnen gaan brengen, dan wordt met u overlegd wat de beste plaats is. Daar wordt een tekeningetje van gemaakt. En dat gaat naar de aannemer toe en zo wordt het geplaatst. Dus wij bouwen eerst het hele netwerk. Dan leggen we alles op een rolletje voor de gevel. Dan wordt met u bepaald wat de beste plek is voor het glasvezelmodem. En zo wordt het gebouwd. Want het kan natuurlijk zijn dat u zegt, nou zet het mij maar achter de televisie, want daar heb ik alles zitten. Nou, dan is dat gewoon de beste plaats. En er hoeft ook niet veel kabels omgelegd te worden. Bij het glasvezelnetwerk wat wij bouwen, ik heb gezegd, wij bouwen de passieve laag. Dus wij leggen glasvezel in de grond en we zorgen dat de diensten eroverheen kunnen. Op dit moment, als je kijkt naar de kabelaars, jullie hebben UPC hier zo. Jullie hebben kabel van UPC, jullie hebben diensten van UPC en UPC bepaalt in feite de prijs. Dat netwerk wat wij bouwen, verhuren wij aan providers. En er kunnen wel 100, 200, 300, noem maar op. Zoveel providers kunnen er overheen, over die kabel. We zijn nu gestart met 4 providers, dus u heeft nu een keuze. U kunt kiezen uit deze providers. We hebben KPN glasvezel, we hebben KikXL, we hebben Leibrand en we hebben Concepts. 1 provider kent u waarschijnlijk, KPN, de rest niet. Dat klopt ook, want de rest levert alleen diensten over glasvezel. Dus die hebben heel veel klanten, maar alleen op glasvezel. Concepts is bijvoorbeeld een hele grote in Ruurlo, in Deventer. Kik zit ook in Deventer. Leibrand zit in het westen heel veel, maar zit nu ook heel veel in de Achterhoek. Tenminste, dat wordt nu aangelegd. Maar hier staan een aantal namen van partijen en dan zullen er nog een aantal bij komen. We hebben nu een stuk of 15 providers in Nederland die diensten aanbieden via het glasvezelnetwerk. Dan zullen er nog een heel snel bij komen in de loop van dit jaar, volgend jaar, noem maar op. Er zullen ook buitenlandse providers bij komen. Iedereen mag aanbieden. We zijn volledig opdracht gereguleerd. Dat wil zeggen, de opdracht heeft ons min of meer gedwongen van prima dat jullie een glasvezelnetwerk bouwen, maar het moet een open netwerk zijn. En iedereen moet toegang krijgen tot dat netwerk. Dus dat is allemaal geregeld. Alle tarieven die wij mogen doorbelasten naar onze provider, kunt u allemaal vinden op de opdracht.